Rob, wat een heerlijke actie. Hè? Ja, ik ben heel blij met mijn eerste goal in eerste klasse. En ik denk wel dat het een mooie goal was. Het was nodig, hè? Dat je het team over de meet trok. Ja, het was geen gemakkelijke wedstrijd. Hè. Ik denk dat we het eerste half uur heel moeilijk hadden. Dat we daarna wel beter in de match kwamen en beter in ons spel kwamen. De tweede helft begint natuurlijk dramatisch voor ons met die vroege tegengoal. Maar ik vind dat we dan de tweede helft er vol voor gegaan zijn. En veel gevaar hebben gecreëerd, veel gevaarlijke fases. Maar die bal die wou net niet goed vallen voor ons. En dan heb je iemand nodig die net op dat moment een actie en een goal kan maken. En nu was dat deze keer was het mijn beurt. Maar er zijn wel kansen genoeg geweest natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik denk dat we kansen genoeg gehad hebben om te scoren. Maar zoals ik zei, die bal wou er net niet in iedere keer. En dan weet je natuurlijk dat het moeilijk wordt hè, tegen een ploeg die 0-1 voor staat, die achteruit kruipt. En dan mogen we nog blij zijn met die 1-1. Ondanks alles moeilijke week achter de rug, ja, was er toch wel veel grinta te zien bij het team. Ja, dat klopt. Ik denk dat het echt wel geen gemakkelijke week was voor ons. Hè. Voor de spelers er is veel veranderd. De trainer met wie we een heel goede band hadden, die vertrokken is. Een nieuwe coach met wie we ook een heel goede band hebben. En wie de groep het volste vertrouwen geeft. Maar je weet dat gedurende die week dat niet bij iedereen de focus volle 100% op de voetbal ligt. En krijg je zo'n match gelijk deze. Maar, en ik denk dat we het eerste half uur niet goed begonnen. Misschien mede daardoor, dat weet ik niet. Maar na de half uur denk ik dat we alles van ons af hebben gegooid en er vol voor gegaan zijn en toch wel een goede match hebben gespeeld.